Honderdduizenden mensen slikken cholesterolverlagende medicijnen, zogenaamde statines. Maar is het nut van statines voor al die mensen bewezen? I think the fact that, almost the same amount of women as men are taking statins in the Netherlands is, quite extraordinary. I mean, there is no data to support doing this. Bijna een jaar geleden maakten wij twee uitzendingen over cholesterol. We lieten kritische wetenschappers aan het woord die hun vraagtekens zetten bij de gangbare theorie. Een hoog cholesterol is per definitie slecht voor u. En daarmee zetten ze ook vraagtekens bij het massale gebruik van cholesterolverlagende medicijnen, de statines. In Nederland gebruiken 1,5 miljoen mensen deze medicijnen en wereldwijd zijn dat er 25 miljoen. Maar liefst 8% van het totale medicijnbudget in Nederland gaat op aan statines, ruim 350 miljoen euro. Na die uitzendingen kregen we harde kritiek. Zo zouden we meer dan 1000 doden op ons geweten hebben. Zo is bijvoorbeeld afgelopen september in een Elsevier-artikel te lezen dat onze uitzending verantwoordelijk is voor 3000 hartinfarcten. Omdat mensen door onze uitzending gestopt zouden zijn met het slikken van statines. In het VARA-programma De Leugen Regeert gaan de beschuldigingen nog verder. Het consumentenprogramma Radar van de Tros besteedde aandacht aan cholesterolverlagende middelen. En de manier waarop ze dat deden viel geheel verkeerd bij artsen, patiënten en de Hartstichting. Radar zou opzettelijk de veiligheid van patiënten inzetten voor eigen kijkcijfers. Internist Ivo Smulders zegt in de uitzending dat er zelfs doden zouden kunnen vallen. Meneer Smulders, in de mail die u Radar gestuurd heeft, zegt u dat als mensen zomaar gaan stoppen met die medicijnen, dat er dan mogelijk doden kunnen gaan vallen. Stel nou dat wat iedereen vindt waar is, dat die medicijnen het risico op hart- en vaatziekten met ongeveer 30% doen afnemen. Wij geven die mensen in pillen in Nederland aan mensen die een risico op hart- en vaatziekten hebben van 20% of hoger. Dan kun je op de achterkant van een bierveldje uitrekenen dat voor elke 100 mensen die stoppen, dat er in de komende 10 jaar 7 tot 10 een hartinfarct krijgen waarvan de helft overlijdt. En ik ben ervan overtuigd dat het er meer dan 100 zullen zijn. En u suggereert daarmee dat Radar daar een verantwoordelijkheid in heeft? Ik suggereer daarmee dat de uitwerking is van het programma. Wat Smulders hier suggereert is het volgende. Hij zegt dat gemiddeld 4 van de 100 mensen in de komende 10 jaar door onze uitzending zouden overlijden omdat ze gestopt zijn met statines. Volgens een apothekersonderzoek zijn destijds 45.000 mensen gestopt naar aanleiding van de uitzending. Dus als we dat terugrekenen, dan zouden 4 keer 450 mensen, dus 1800 mensen, overlijden. Ivo Smulders kan alleen suggereren en niet bewijzen omdat statines worden ingezet om een eventuele kans op een hartaanval te verkleinen. Uit cijfers van het Farmo-instituut blijkt dat 80% van alle gebruikers primair is. Mensen die preventief slikken om de kans op hart- en vaatziekten te verkleinen. En juist over deze groep barst de discussie nu pas echt los. Cholesterol wordt erbij als een risico gezien. Maar eigenlijk vooral als het in combinatie is met andere risicofactoren zoals roken, overgewicht, diabetes, hoge bloeddruk, leeftijd of cholesterol of hartproblemen in de familie. Bij mij in de studio is Manja Horsten. Welkom Manja. Jij hebt ook cholesterolverlagers voorgeschreven gekregen. Ja. Waarom? Mijn cholesterol schommelt altijd rond de 8, zeg maar. En nou, ik heb diverse middelen mee uitgeprobeerd, zeg maar. En het hielp wel. Het verlaagde wel, maar... Maar had je ook een andere risicofactor? Geen hoog bloeddruk? Niks. Nee. Helemaal niet. Alleen cholesterol? Alleen cholesterol, ja. Dus ik weet ook niet precies waar het vandaan komt bij mij. Of het erfelijk is of wat dan ook, dat weten ze niet. Kreeg je bijwerkingen? Ik kreeg ontzettend veel bijwerkingen. Eigenlijk alles wat in de bijsluiter staat, dat kreeg ik. En het ergste was dus de maag. Heel veel maagpijn en ja, je gewrichten, botten, spieren, noem maar op. En zodra ik dan weer stopte, was het weg. Dus het was daar echt aan te wijten. Ja. Dus, veel bijwerken. Veel bijwerken. Meneer Van den Dries, welkom. U heeft ook cholesterolverlagende middelen voorgezet. Waarom kreeg u het? Nou, ik heb in 1989 hebben ze geconstateerd dat ik cholesterol had. Toen ben ik dus met medicijnen begonnen. Ik heb deze tot 2005 geslikt. En toen ben ik mee in samenwerken met de huisarts en met de diëtisten, omdat ik zoveel bijwerkingen had met spierpijnen en noem maar op. En ik kon net zelfs nog geen kopje koffie meer oppakken. En ik had ook een schakelwagen. En die kon ik niet meer normaal schakelen, ondanks het feit dat ik dan die moest hebben, want ik was nog een rijinstructeur. Toen heb ik op een gegeven moment gezegd, ik stop ermee. En toen heb ik
goede medewerking verkregen met de huisarts en met de diëtisten. En na verloop van tijd is mijn cholesterol van 7 naar 5 gegaan. En u kreeg ze destijds voorgeschreven ook alleen maar vanwege uw cholesterol? Ja. U had geen andere risicofactor? Ik had totaal geen andere medicijnen, ook niet, niks. En geen ziektes of zoiets dergelijks. Nee. Meneer Van den Dries en mevrouw Horster zijn beide primaire gebruikers. Mensen die nog geen hartaanval of beroerte gehad hebben. Ze slikken om die te voorkomen. Wordt dat risico door statines daadwerkelijk kleiner? En voor wie is dat echt bewezen? Voor de duidelijkheid, we hebben het hier vanavond in de rest van de uitzending alleen over mensen die nog geen hartaanval of beroerte gehad hebben. De primaire groep. En hieronder vallen ook diabetici en mensen met erfelijk hoog cholesterol die nog geen hart- en vaatziekte hebben. In Nederland hebben we het dan toch nog over 1,2 miljoen statineslikkers. 700.000 mensen in Nederland dag in dag uit statine slikken voor in principe de rest van hun leven. Zonder dat het nut daarvan wetenschappelijk bewezen is. Marcel Krok is wetenschapsjournalist voor het populair wetenschappelijk maandblad Natuurwetenschap en Techniek. Deze week komt hij met een artikel genaamd De zaak statines. Na maandenlange research komt hij tot de conclusie dat 700.000 mensen in Nederland onnodig statines slikken. Hij baseert zich onder andere op conclusies van de Canadese professor Wright. Wij spreken Wright telefonisch. We did a systematic review of all of the randomized control trials looking at statins versus placebo in patients who do not have proven occlusive vascular disease at baseline. And we call this a primary prevention population. So we did this in both men and women, and then we did subgroup analyses in the women and in people over the age of 70. Okay, and what was your conclusion? And in women and people over the age of 70, we found that there was no statistically significant benefits of statins. Dus volgens Bright geldt het volgende voor mensen die nog geen hartaanval of beroerte hebben gehad. Als u man bent boven de 70, dan is het nut van statines voor u niet bewezen. Hetzelfde geldt voor vrouwen van welke leeftijd dan ook. Bent u een man onder de 70, dan zouden statines u kunnen helpen om eventueel de kans op een hartaanval te verlagen. Als je deze indeling naar onze bevolking vertaalt, dan kom je volgens Krok op de volgende percentages uit. Van de 1,5 miljoen gebruikers in Nederland is 46% vrouw en dus 54% man. En als je kijkt naar de verdeling tussen jong en oud, dan is de helft boven de 65. I think the fact that almost the same amount of women as men are taking statins in the Netherlands is quite extraordinary. I mean, there is no data to support doing this. I'm not alone in saying this. Early last year, there was an article in The Lancet which looked at the studies and said, well, we can see no reason for giving statins to women. People have said that the heart protection study, which was done in the UK about 7 years ago now, I think, which was the last major, what they call, study really that's been done, came out saying it's fantastic. It shows that statins are as good for women as for men, and they should be taking them, and they shouldn't, you know, we should not be stopping women taking statins. It's, well, okay, first of all, why didn't you release the mortality data at the time of the study, which they didn't? And when they did, they published it in an online journal called Biomed Central that is read by about 5 people, including me, because I read it. And what was the result? There was no difference in mortality in women. Have you ever heard this? Has anyone ever heard this result? No, why not? Well, I mean, the conclusion is obvious. People don't want you to know this result. They don't want you to know that it doesn't stop women from dying. And yet it's presented as it in the opposite way around. It proved its benefits. I mean, you know, what can one say about that? I know what I think. Internist Ivo Smulders, werkzaam bij het ziekenhuis van de Vrije Universiteit in Amsterdam, staat lijnrecht tegenover Kendrick en Wright. Hij acht het niet bewezen dat vrouwen en mannen boven de 70 geen baat hebben bij statines in Nederland. Als u de studies nakijkt, dan ziet u dat veel van die studies zijn gedaan in mensen met een veel lager risico. Dan is de afweging anders. We hebben daar heel zorgvuldig over nagedacht in Nederland. We gaan niet over één nacht ijs. We geven gezonde mensen niet zomaar pillen. Als ze een erg hoog risico hebben, dan maak je die afweging.
Professor Smulders is een van de mede-auteurs van de richtlijnen waar artsen zich aan moeten houden in Nederland. De zogenaamde NHG-richtlijnen. Via rekenmodules wordt daarmee bepaald of je statines krijgt. We rekenen bij mensen die nooit een hartinfarct hebben gehad en die bij ons met de vraag komen of ze daar een hoog risico op hebben, rekenen dat risico uit als een absoluut risico. Als dat 20% of meer is, dan gaat daar 1/3 van af. Dus bijvoorbeeld een risico van 24%. Daar gaat 8% van af. Die 8% is bepalend voor de patiënt, maar ook voor de dokter, om te kijken of dat nou voldoende risicoafname is om te zeggen, nou, dat is de moeite waard om daarvoor een statine te slikken. Well, these figures are a con. They're not, they don't mean anything. You know, people have to ask the right question. How much longer am I going to live? Will my quality of life be better? Well, you won't live a day longer and your quality of life will be worse. Oh, thanks. Ivo Smulders die zegt van ja, we zijn heel voorzichtig in Nederland met het voorschrijven van de statines. We schrijven pas voor als iemand een 20% kans heeft op een hartaanval voor de komende 10 jaar. Maar het is belangrijk om je te realiseren dat die richtlijnen, dat is een minder harde wetenschap zou je kunnen zeggen dan de klinische studies waar we hier over discussiëren. De klinische studies, dat is de hoogste graad van bewijs, zou je kunnen zeggen. En ook het gebruik van de richtlijnen is in feite een vorm van een aanname die je doet als arts. Je gaat ervan uit dat een vrouw waarvan jij denkt dat ze 20% kans heeft om hart- en vaatziekten te krijgen de komende 10 jaar, dat ze dat risico met 30% naar beneden kan brengen. Maar dat is een aanname. En dat Krok hier een punt heeft, blijkt uit ons testpanel. Van de 1260 primaire gebruikers, dus mensen zonder eerdere hart- of vaatziekten, hebben 498 mensen statines voorgeschreven gekregen, enkel en alleen omdat zij een te hoog cholesterolgehalte hebben. Dat is 40%. Als we alleen kijken naar vrouwen, is dit percentage 38%. Dit zijn dus mensen die niet in de categorie hoog risico vallen volgens Smulders en die dus ook geen statines voorgeschreven zouden moeten krijgen. Als dat zo zou zijn, dan klopt dat niet. Maar de richtlijn is heel duidelijk en die richtlijn bestaat sinds 2006. En daarin is gezegd, je moet het hele risico van de patiënt in ogenschouw nemen. We behandelen patiënten, geen getallen zoals ik in de vorige uitzending is gezegd. En alleen bij een heel hoog risico kom je in aanmerking voor behandeling. Als mensen thuis twijfelen of ze zo'n hoog risico hebben, kunnen ze dat altijd nog eens een keer met een arts bespreken. En dat zouden dus 1,2 miljoen mensen zijn. Volgens Smulders zijn de conclusies van het onderzoek van professor Wright dat statines geen baat hebben voor alle vrouwen en mannen boven de 70 in de primaire groep niet door te trekken naar Nederland. Je moet het artikel van Wright zorgvuldig lezen, zoals we hier alles zorgvuldig moeten doen, want het gaat over de gezondheid van mensen. Hij heeft het over laag risico mensen en dat is niet helemaal correct. Hij moet daar eerlijk genoeg zijn om toe te geven dat in de meeste Europese landen de drempel veel hoger is gelegd dan wat hij in dat artikel aanhaalt. What he's saying is erroneous. He's making a number of assumptions. And the first assumption he's making, which is in my opinion wrong, he's assuming that you can assess risk accurately and identify people accurately. And when it's been studied, it's been shown that it isn't, that the measures that are used to assess risk are not accurate. So he's functioning on a false assumption. And I think in the trials we've looked at, they tried to identify women who were at high risk. They weren't trials in low risk women. In fact, there aren't any trials in low risk populations. Okay, so your research is also to do with the Dutch situation? Yeah, it definitely does, yeah. De vraag is dus of de onderzoeken waar iedereen zich op baseert van toepassing zijn op de Nederlandse situatie. Ja, zegt Marcel Krok. Ja, zegt dokter Malcolm Kendrick. Ja, zegt professor Wright. En nee, zegt internist Ivo Smulders. Vast staat dat er discussie is over het gebruik van statines in de primaire groep. Dus de groep mensen die statines slikken om een eerste hartaanval of beroerte te voorkomen. En die discussie spitst zich toe op mannen boven de 70 en vrouwen van alle leeftijden. Maar wat betekent die nu concreet? Waar veel aan gerefereerd wordt is het aantal mensen dat je moet behandelen om ervoor te zorgen dat er één hartaanval voorkomen wordt. Het zogenaamde number needed to treat. When you're looking at women or men without heart disease, of course the number needed to treat is to prevent them from dying is infinity.
because there is no evidence that it reduces mortality. To prevent a cardiovascular event, you're still talking in the region of 600 to 700 years of treatment to prevent a significant cardiovascular event. That's a long life. Well, it means that most people are actually going to take a statin and have no benefit, because no one lives 600 or 700 years. So if you're going to take a statin for 30 years, what's the chance that you individually might get a benefit from it? 1 in 30? 1 in 50? So 1 person in 50 may see a benefit, the other 49 are taking it, and it's going to do no good for them at all. Of course, you don't know which is the one person. You know, it's like buying a lottery ticket. You might win, but you're more likely to lose. Ook hier zegt internist Mulders wederom, nee, deze redenatie geldt niet voor Nederland. Die 50 op 1 die is gebaseerd op een aantal onderzoeken die zijn gedaan voor primaire preventie in andere landen. Dat is niet het getal op grond waarvan wij in Nederland statines voorschrijven. Waarom niet? Omdat wij vinden dat 50 mensen behandelen om 1 gebeurtenis te voorkomen, dat vinden wij ook te hoog. Dus daar is geen misverstand over. Als je de risicodrempel legt bij 20%, zoals wij in onze richtlijnen doen, dan moet je ongeveer 15 tot 17 patiënten behandelen gedurende 10 jaar om 1 gebeurtenis te voorkomen. Smulders blijft dus stellig vasthouden aan het idee dat alleen mensen met een risico van 20% of hoger statines voorgeschreven krijgen. En dat iedere arts keurig volgens de richtlijnen voorschrijft. Er zijn heel veel studies geweest, zogenaamde trials, waar in totaliteit heel veel proefpersonen aan hebben meegedaan. So having to have trials of 30 or 40,000 people over 8-10 years, all that does is prove that any benefit is so small as to be insignificant to one individual. And I think you can reverse the argument around and say, well, if that didn't show a benefit on over mortality, it doesn't exist. Or it's just forget about it. En wat Kendrick zegt, van ja, als je een heel grote groep nodig hebt om dat aan te tonen, dan zal het effect wel heel klein zijn. Dat klopt niet. Dan moet je je boeken nakijken. Statistisch gezien klopt dat niet. Er is gelukkig recent in januari in de Lancet, hetzelfde tijdschrift, een heel kritisch tijdschrift, een meta-analyse gedaan waarbij ze naar alle onderzoeken keken. Je moet er dus geen paar uitpikken die jou goed uitkomen. Alle onderzoeken zijn op een rijtje gezet. En daar blijkt wederom uit dat bij vrouwen de statines net zo effectief zijn als bij mannen. Smulders ziet dit artikel dus als bewijs dat statines zeker werken voor vrouwen en mannen boven de 70 in de primaire groep. Dit artikel staat dus haaks op de conclusie van het onderzoek van de Canadese professor Wright onder 11.000 vrouwen. The article was combining secondary prevention populations with primary prevention populations, and therefore you can't come to any conclusions about the primary prevention populations because it's mostly showing the effects on the secondary prevention population. So he shows us the wrong article. That's right, it must be misinterpreting the article to be providing data in primary prevention when it really is primarily secondary prevention. Feit is dat 1,2 miljoen mensen in Nederland die nog geen hartpatiënt zijn, statines gebruiken om een eventuele kans op hartfalen te verkleinen. Daarvan is niet zeker dat dit wetenschappelijk onderbouwd is, maar wel dat het veel bijwerkingen heeft. Het zijn medicijnen die je in principe geeft aan mensen die nog niks hebben, dus daar moet je buitengewoon zorgvuldig in zijn. Het is zo dat de bijwerkingen van de statines ergens tussen 10% en 15% liggen. Het overgrote merendeel daarvan zijn mensen die spierpijn krijgen, die verdwijnt als je weer stopt. Dus dan kun je altijd opnieuw de afweging maken. Het aantal mensen dat ernstige aandoeningen krijgt, zoals u zegt, sterke afname van spiermassa of ernstige leverstoornissen die tot onomkeerbare schade leiden, is zo gigantisch klein dat dat wel degelijk opweegt, het gunstige effect daar wel degelijk tegen opweegt. There's no evidence that you will live one day longer from taking a statin. So I can't see why you would take them. It's pointless. I mean, the argument is, well, you prevent heart attacks and strokes, non-fatal heart attacks and strokes, isn't that a good thing? So yes, but on the other hand, statins have all sorts of other quite nasty side effects. I have data showing on simvastatin in America, over a period of 4 years, it was definitely the direct cause of 416 deaths, and this is from the Food and Drug Administration, and 50,000 serious adverse events. Serious adverse events include things like severe liver failure or rhabdomyolysis that's non-fatal. I mean, we're not talking headaches here, we're talking
going to hospital and nearly dying things. So you're taking a drug that will not make you live one day longer. It is having no benefit on your overall health. It will probably create side effects in quite a lot of people. Why would you advise anybody to take this drug? Journalist Kok heeft uitgebreid de verschillende standpunten over het nut van statines uitgewisseld met voor- en tegenstanders. En op het moment dat je dan met critici gaat praten, dan denk je van ja, het klinkt interessant en het kan een leuk verhaal opleveren, maar hebben ze wel een punt? En dan ga je dus met mainstream onderzoekers, met voorstanders van statines, ga je praten. En dan ga je kijken of die argumenten van critici, of die wel stand houden in een interview met hun. En ja, de maanden daarna, dan gaat het echt keer op keer, ga je gewoon heen en weer van de voorstander van de statine. En dan ga je weer terug naar de criticus. En dan kijk je hoe die argumenten op een gegeven moment stand houden. En waar de balans op een gegeven moment komt te liggen. En waar ligt de balans? Nou ja, de balans denk ik op dit moment ligt gewoon duidelijk bij de constatering dat er onvoldoende bewijs is bij die groep vrouwen en ouderen. Dat ze nuttig zijn. Onvoldoende bewijs vertaalt internist Smulders in de volgende redenering. Let op. Afwezigheid van bewijs is niet hetzelfde als bewijs van afwezigheid. Smulders legt uit. Ja, het is heel moeilijk soms om aan te tonen dat iets waar is. Dat is nog iets heel anders dan dat je aangetoond hebt. Als je dat nou niet lukt in een onderzoek, omdat het onderzoek daar niet voor geschikt is. Dat is niet hetzelfde als dat je aangetoond hebt of bewezen hebt dat het niet waar is. Er zit een heel groot grijs gebied tussen bewijzen dat iets waar is en bewijzen dat iets niet waar is. In dat grijze gebied moet je je grijze massa gebruiken. Misschien heet die daarom ook wel zo. En moet je op grond van de beschikbare gegevens, de beschikbare data, look at the data, zegt Malcolm Kendrick, moet je zeggen, mijn beste schatting van wat het effect is, is dit en daar moet ik naar handelen. Met onzekerheid hebben we nu eenmaal dag in dag uit te maken. En dan moet je je beste beentje voorzetten. And you get this phrase, absence of evidence isn't evidence of absence. Which is thrown at me quite a lot. And I get rather irritated by it. But what I would say in return is if you have to have, if you've got 6,000 people in a trial for 5 years, that's 30,000 years of observational data. If you can't see a benefit, immortality in that, then it is so small that, frankly, is it worth bothering about? In mijn studio zit Hans van Brabant van het KCE, het medisch adviesorgaan voor de Belgische overheid, en Rick Grobé namens het Nederlandse huisartsengenootschap. U bent mede-auteur van de richtlijnen van Nederland voor statinegebruik. Meneer van Brabant, uw organisatie is ook helemaal in het gebruik van statines gedoken en in de effectiviteit van statines. Hoe effectief zijn volgens u nou die statines voor vrouwen en voor mensen boven de 70 in de primaire groep gebruikers? Nu, we hebben het onderzoek waar dokter Wright naar refereert, we hebben dat ook geciteerd. We zijn het er volledig mee eens. Er is op dit ogenblik geen enkel bewijs, nog bij vrouwen, nog bij mannen boven de 70 jaar, dat statines ook maar enig nut zouden hebben. Maar internist Smulders zegt van wel. Ja. Dr. Wright was niet de eerste die dat zegde. In 2004 heeft Judith Walsh uit San Francisco reeds dezelfde stelling in hetzelfde tijdschrift verdedigd. Wright heeft daaraan een extra studie toegevoegd, met name de PROSPER-studie, die deels in Nederland heeft plaatsgevonden. En die ook heel formeel heeft aangetoond dat er bij ouderen en bij vrouwen geen enkel bewijs gevonden wordt dat het werkt. Men heeft dus in totaal reeds 11.000 vrouwen in studies onderzocht en tot nog toe heeft nooit iemand kunnen aantonen dat het ook maar iets doet. Helder. Meneer Grobé, wat denkt u over die effectiviteit bij vrouwen en bij oudere mannen in de primaire groep? Ik denk dat statines effectief kunnen zijn bij vrouwen en ook oneffectief kunnen zijn bij mannen. Omdat het niet een kwestie van geslacht is, maar een kwestie van risico. En als je geen risico hebt, hoef je het ook niet te voorkomen. En dat geldt voor veel vrouwen. Er zit, ook in die studies zitten vrij grote aantallen vrouwen die in een zodanig laag risico hebben. Want een van de beste manieren om geen hart- en vaatziekte te krijgen is vrouw zijn. Althans, de eerste 40, 50 jaar van je leven.
Zoveel vrouwen in een relatief laag risico dat daar ook geen eer voor de statines is te behalen. En die vrouwen die zouden dan ook, denk ik, onder dezelfde omstandigheden in de praktijk niet behandeld moeten worden. Nee, maar dat is niet helemaal de vraag. Hè? Ik vroeg, werken ze voor vrouwen? Ja, ze werken wel degelijk voor vrouwen. Als vrouwen een hoog genoeg risico hebben... Maar uw buurman zegt daar is geen bewijs voor. Ja, ik denk dat mijn buurman, en meneer Wright doet dat tot op zekere hoogte ook, dat die onderzoek zien als een soort van aan-uit-fenomeen, waarbij iets wel of niet het geval is. En zo simpel ligt het natuurlijk niet. Je vindt meestal een reeks van uitkomsten in onderzoek. En wat heel duidelijk is in de onderzoekingen met statines, is dat de effectiviteit afneemt als het risico afneemt. Nou ben ik geen wetenschapper, hè? Ja. Maar ik had toch altijd begrepen dat het in de wetenschapper juist om gaat, dat je eerst bewijst dat iets werkt voordat je het geeft. Ja, zeker. Maar dat pleit ik alleen maar voor. Maar dat is toch iets anders dan een aan-uitknop? Nee, wat ik bedoel te zeggen is dat bijvoorbeeld de stelling dat er geen trace van bewijs is in de onderzoekingen dat statines werken bij vrouwen, is gebaseerd op een soort ja-nee uitleg van onderzoek. Komt dat eruit, ja of nee? Laten we dan even kijken naar de praktijk. We hebben net mevrouw Marja Horster gehoord. Alleen maar een hoog cholesterol, toch krijgt zij statines voorgeschreven. Ja. Was dat nodig geweest in uw ogen dan? Ja, ik ken mevrouw onvoldoende om dat helemaal te kunnen inschatten. Maar als we nou eens even aannemen dat het enige wat bij u is geconstateerd dat een hoog cholesterol is. Hè, en ik weet niet hoe hoog, maar laten we zeggen dat 7 is of misschien zelfs 8. Ja. En ik zal niet naar uw leeftijd vragen, ik ben nog niet vreselijk oud. dan denk ik dat als er verder niks aan risicofactoren is, dat volgens de richtlijn niet klopt. Nee. Ik kan niet in het hoofd van de dokter kijken wat hij heeft gezegd. Maar zijn er veel mensen in Nederland die statines voorgeschreven krijgen, terwijl dat eigenlijk volgens de richtlijn niet had gehoeven? Ja. Uit ons testpanel blijkt van wel. Ja, maar dat is ook zo. Hoeveel mensen zou dat zijn dan? Is moeilijk, hè? Want wat in Nederland hebben we daar geen goede gegevens over. Maar zo'n kok komt op 700.000. Ja, maar dat zijn ook niet zulke hele harde gegevens. Maar wat zou uw schatting zijn? Mijn schatting is op dit moment op basis van gegevens die wij zelf hebben, dat enkele honderden duizenden kunnen zijn. Dus daar gaat toch wel over. Maar tegelijkertijd weet ik ook zeker dat er een ongeveer even groot aantal mensen niet behandeld wordt die het wel nodig heeft. Dus in die zin doen we het gewoon niet goed. We geven aan heel veel mensen terecht medicijnen. Maar dan zou het blijven staan dat er 1,5 miljoen statineslikkers in Nederland dat echt nodig is. Als die groep die niet behandeld wordt even groot is ongeveer de groep die wel behandeld wordt. Ik denk als we volgens de richtlijn, het zou zelfs nog wel wat meer kunnen zijn. Ik denk dat er onderbehandeld wordt, maar ik denk dat er ook, en daar heeft u volledig gelijk in, overbehandeld wordt. En de kunst is nu juist, en dat is ook de intentie geweest van de richtlijn, om ervoor te zorgen dat die mensen die het nodig hebben, de middelen krijgen. En die mensen zoals mevrouw bijvoorbeeld. Ja, meneer. Want baat het niet, het schaadt altijd. Dus als je er geen baat bij hebt, dan kun je er alleen maar last van hebben. Ja. En dan moet je niet slikken. Nou, is ook lang ontkend. Ik ga even naar meneer Van Brabant. U heeft een heel helder advies geschreven aan de Belgische overheid. Zijn de richtlijnen in België daarna aangepast? Nu, wat kan een overheid doen om tegemoet te komen aan dat advies? De overheid is geïnteresseerd in de kost en in het effect. De overheid wil zoveel mogelijk gezondheid kopen met zo weinig mogelijk euro's. Ja. Hoe kan ze dat doen? Ze kan de kost verlagen. Bijvoorbeeld door in discussie te gaan met de leverancier, met de fabrikant, om de prijs te drukken. En daar is ze zeer sterk in geslaagd. Ja, maar hoe heeft dat gedaan? Hoe zijn die richtlijnen aangepast? Dus laat me even uitspreken. Het goedkoopste statine sinds 1 januari dit jaar is simvastatine en kost op dit ogenblik 82% minder dan 6 jaar geleden. Nu kost 1 pilletje voor 1 dag 0,3 euro. 6 jaar geleden kostte het 2 euro. Dat is puur goud, hè? Dat is 2 euro voor 20 milligram, dat is puur goud slikken. Ja. Maar wat nog veel belangrijker is, stel dat die wetenschappers met de 10.000 mensen of de 100.000 mensen die ze bestudeerd hebben, zich vergissen door te zeggen dat er geen effect is, dan zal mijn collega moeten toegeven dat als er een effect is, het uiterst klein is. De studie in de primaire preventie met het hoogste risico was de Woskops-studie. Dat is een Schotse studie. Die heeft aangetoond dat het totale overlijden niet verandert, maar het cardiovasculair lijden, het lijden als gevolg van hart- en vaatziekten, verschiet niet, daalde met 0,7%. 0,7% gedurende 5 jaar. Dat wil zeggen dat je gedurende 1 jaar
715 mensen moet behandelen om één cardiovasculair overlijden te vermijden. Gegeven het feit dat de totale mortaliteit niet verandert, dat wil dus zeggen dat die ene patiënt toevallig naar de apotheker ging om zijn statine te gaan halen en dat hij daar overhoop gereden is. Ja. Heel even nog. Vindt u dat, de richtlijnen in Nederland, want in België zijn ze wel degelijk wat strenger geworden, heeft u mij eerder verteld. Zou dat in Nederland ook moeten? Ja, ze waren in België om te beginnen al minder streng, hè, dan Nederland. Wij waren al strenger. Ja. Dus ik geloof dat België toe migreert naar waar we in Nederland zitten. Althans op richtlijnengebied. En in dat opzicht denk ik dat we in Nederland een goed stel richtlijnen hebben die we alleen nog beter kunnen toepassen. Nou, goed, we gaan er straks over doorpraten. Wij willen nog even zeggen, opmerkelijk wat vanmiddag gebeurde was dat voor onze uitzending er nog een persbericht verscheen van de Nederlandse Hartstichting om mensen te waarschuwen tegen de ongenuanceerde uitzending die de mensen bij de Hartstichting op dat moment nog helemaal niet gezien hadden. Toch nog wel aardig om even te melden. En verder willen we nog een paar dingen zeggen. Mensen die bijwerkingen ervaren van het gebruik van statines kunnen deze melden bij het LAREP, een instituut dat bijwerkingen registreert. Vorig jaar waren ze namelijk erg blij met alle reacties. Meer informatie op onze website. En nog een opmerking. Voor de secundaire groep gebruikers, de mensen die al een hartaanval of een beroerte hebben gehad, is het nut van statines minder omstreden. Wij hebben het vanavond over de mensen gehad die preventief slikken. Als u overweegt om uw medicijnen niet meer te nemen, neem dan contact op met uw arts. Vraag desnoods om een second opinion, maar overleg altijd met een deskundige. Straks na de uitzending gaan we door met deze discussie via digitale televisie en internet. En morgenmiddag zal die discussie in plaats van onze reguliere uitzending herhaald worden op Nederland 2. Dus ik dank u alvast voor uw medewerking en we gaan straks zeker nog even door op een aantal van deze onderwerpen. Dank u wel. En u ook bedankt. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste consumentennieuws? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief www.trosradar.nl.